polder Hoge Boezem achter Haastrecht is heringericht als waterbergingsgebied. In dit stuk land op de grens van Utrecht en Zuid-Holland heeft de Stichtse Rijnlanden werk met werk gemaakt. Wij als waterschap hebben 3 kerntaken. Veilige dijken, droge voeten en schoon water. En in dit project hebben we 2 van de 3 taken gecombineerd. Namelijk schoon water en droge voeten. Het doel van de herinrichting van de Hoge Boezem hier achter Haastrecht is om een gebied aan te leggen waar we tijdelijk water kunnen opvangen ten tijde van hoogwater op de Hollandse IJssel. Dan kunnen we via een calamiteitenduiker kunnen we opendraaien en kunnen we water via de vlist in het gebied laten stromen, zodat de gekaloniseerde Hollandse IJssel tijdelijk ontlast wordt. Het gebied is opgedeeld in 3 delen en we staan hier bij het natste gedeelte. Hier staat dus altijd water, ook in normale omstandigheden. Maar als we de calamiteitenduiker opendraaien, dan zal in dit gebied nog een halve meter water bovenop komen te staan. We hebben het gebied ook getest. We verwachten dat we dit gebied 1 keer in de 5 jaar zullen gebruiken. Bij hoogwater wordt vanuit de gekanaliseerde Hollandse IJssel water ingelaten op het riviertje de Vlist. Vervolgens stroomt het water via een zogenaamde duiker de Hoge Boezem in. Dit gebied is verdeeld in 3 compartimenten met verschillende natuurtypen. In totaal kan in 48 uur 73.000 kuub water worden opgevangen, wat vergelijkbaar is met 30 Olympische zwembaden. Als het waterpeil weer zakt, pompt het gemaal Keulenvaart het water terug naar de gekanaliseerde Hollandse IJssel. Door het teveel aan water op deze manier tijdelijk te bergen, houden we de voeten droog. Bij het project werkt de Stichtse Rijnlanden nauw samen met het Zuid-Hollands landschap dat eigenaar van het gebied is. Het gebied is in 3 delen verdeeld. Hier achter mij, dat is eigenlijk het eerste compartiment. Dat is, heeft de natuurdoelstellingen als moeras. Het gebied ook wat als eerste onder water loopt, kan ook wat meer hebben. En de andere 2 compartimenten bestaan uit wei- en hooilanden. Nou, daar proberen we door maaibeheer bloemrijke hooilanden te ontwikkelen en daar is ook plaats voor weidevogels. Het mooie van dit gebied is dat er veel afwisseling is tussen droge en natte delen. Ook dat er natuurlijk waterpeil min of meer is met in de winter hogere waterstanden en in de zomer lagere waterstanden. Dat zorgt er eigenlijk voor dat heel veel onze planten en diersoorten een eigen plekje vinden. En dat maakt het gebied al heel snel heel rijk aan allerlei soorten die hier voorkomen. Het bijzondere van dit project is dat we natuurontwikkeling gecombineerd hebben met waterberging, maar ook met cultuurhistorie en recreatie. De Hoge Boezem achter Haastrecht kent een lange geschiedenis op het gebied van waterbeheer. Al in de 15e eeuw zorgden 7 molens voor de afwatering. Vanaf de 19e eeuw nam een gemaal dit werk over. Met de herinrichting van het gebied is de functie van waterberging in ere hersteld.